Een hele goede avond, guys. Ik ben echt een slechte vlogger. Maar wij zijn aangekomen in Griekenland en we zijn helemaal kapot. We hebben de eerste vlucht met een baby erop gehad. En hoe ging het, Nessie? Ja, op zich wel prima, behalve de laatste 10 minuten. Ik vond het echt heel erg goed gaan. Heel goed gaan, ja. Hij was gewoon echt knock-out. De eerste 2 uur bijna. Daarna een fles gehad. En de laatste 10 minuten dat we gingen landen, was hij echt een beetje... Nou, een beetje heel hard aan het gillen. Maar ik ben echt heel blij met de schaal. We zijn echt nu helemaal kapot. We gaan zo heerlijk douchen. En we zijn net aangekomen in het hotel. Het hotel is echt prachtig, guys. We zijn nu een beetje aan het uitpakken. Ziet er nog even al niet meer uit. Maar alles is hier echt zo mooi. Sadie, welkom in Griekenland. Hallo. 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 Was jij braaf? Was jij braaf in het vliegtuig? Was jij braaf? Ja. Was jij braaf? Ik ben even alles aan het uitpakken, dus ik nu even niet uit. Maar het is echt super mooi. We hebben zelfs een eigen zwembadje buiten. Echt abnormaal dit. I love it. Ik ga zo douchen en dan ga ik hier gewoon lekker de hele avond gewoon chillen met Nes. We hebben letterlijk de Breza meegenomen uit Nederland, guys. We kunnen hier echt niet zonder. Nou, hallo guys. Stel weer op dag 4. Jezus. Ik ben zo goed in vloggen geworden, niet normaal. We hebben hier echt een van de slechtste spiegels ooit. Echt een super luxe hotel met echt slechte spiegels. Het is de enige spiegel waarin ik kan filmen. Okay, en deze, maar dat is gewoon letterlijk de douche. Hi Essie. Wij gaan vandaag naar het strand. We hebben niet zo leuke eerste dagen erop gehad, want Essie was ziek geworden. What's up, man? Essie, lekker chillen. What's up, Essie, lekker chillen. Woe! Goedemorgen, guys. Ik schaam me bijna om te zeggen, maar het is onze ene laatste dag op vakantie. En dit was letterlijk mijn eerste vlog ik het vloggen. We hebben best wel wat meegemaakt op deze vakantie. Hi. Wij kwamen dus de eerste dag aan. En de tweede dag werd Essie dus echt zo ziek. Schoonmaakster was daar. Even een andere plek zoeken. In ieder geval, de eerste dag kwamen wij aan. De tweede dag was Essie echt helemaal ziek geworden. En zijn we eigenlijk in het ziekenhuis beland. Oh guys, echt als jullie wisten hoe erg in paniek ik was die dag. De jongen had opeens heel hoge koorts, diarree, weigerde fles, reageerde niet op mij. Dat vond ik echt het ergste van allemaal. Je weet, het is altijd zeggen van als een kind zeg maar suf oogt en niet op je reageert, moet je echt zo snel mogelijk gewoon arts bellen of gewoon spoed of naar spoed rijden. Dat hebben wij dus echt gedaan en dat was echt 5 uur 's nachts, guys. Ik heb echt... Oh, ik moest me echt inhouden om gewoon niet keihard te janken. Ik was echt zo bang. Gewoon ook omdat we natuurlijk in het buitenland zitten. En dan weet je niet zo goed wat je moet doen. Dus Nessie is echt gewoon letterlijk naar de balie gerend. En wij zijn echt in paniek. Gewoon met wat ik aan had tijdens het slapen. Mijn pyjama. Naar het ziekenhuis gegaan. Alles is een soort van goed gekomen. Alleen hij heeft dus af en toe nog koorts. Dus het gaat nog niet helemaal weg. Maar we kunnen eindelijk weer een beetje relaxen, een soort van. Gisteren is Nessie nog ziek geworden, dus die heeft koorts gehad. Hij is vanochtend wel weer een beetje beter geworden. Hij voelde zich wat beter, dus ik dacht, weet je, ik ga vandaag nog even lekker vloggen. Dat ik een beetje wat van onze vakantie kan laten zien. Ik vind het zelf ook echt leuk om terug te kijken, maar deze vakantie was best wel pittig, guys. Echt waar, heel erg pittig. Maar los van dat, guys, we hebben echt een fantastisch hotel uitgekozen. Ik kan het ook echt iedereen aanraden. Ondanks alles konden we hier echt heerlijk chillen. Ik wandel hier ook echt elke dag langs met Essie in de ochtend en dan valt hij heerlijk in slaap. En zo zien dus de hotelkamers eruit. Sommige hebben private pools en sommige hebben zo'n gemeenschappelijke pool. En je hebt daar nog een zwembad. En dit is het zwembad. We hebben al de hele week in deze schommel liggen. Heerlijk. Essie slaapt trouwens nu. Essie slaapt trouwens nu. En ik dacht, aangezien Nessie ook heel graag dutjes met hem wil doen. Nessie is echt van de dutjes en ik niet. Want als ik wakker ben eenmaal, wil ik gewoon lekker van mijn dag genieten. Dus
Dus ik dacht, ga lekker even uit de hotelkamer en ik ga gewoon lekker een ijslappen bestellen. Ik heb er echt zoveel zin in. En aangezien ik geen fatsoenlijke spiegel in mijn kamer heb, dacht ik, ik laat mijn outfit zo zien. Ik heb echt super leuke outfits gescoord voor deze vakantie, al zeg ik het zelf. Maar ik heb deze broek dus van de Mango. Hij is echt heerlijk en is heel fijn voor over mijn bikinibroekje heen. En ik heb een bikini aan van de H&M. Het tasje ook heel erg cute van de Zara. Deze slippers ronden ook super fijn. Oké, guys, dit is letterlijk de enige me-time die ik heb op deze vakantie. Ik heb meestal zo'n uurtje voor mezelf en Nessie ook wisselen een beetje af als ze slaapt. En dan vind ik het altijd heel erg lekker om gewoon zo lekker te relaxen. Of soms ga ik gewoon lekker een uurtje zwemmen, heb ik ook wel zin in. Ik heb hier net een ijslatte besteld en die is echt zo heerlijk. Ik bestel ze echt elke dag. Ik heb een beetje gek aangekeken, maar I don't care. Nessie en ik hebben gisteren letterlijk voor het hele zwembad een foto lopen maken. Gewoon met schijt, terwijl het hele zwembad gewoon toekeek. Maar ik denk als ik dat niet ga doen, dan heb ik gewoon geen foto's, geen leuke herinneringen. Maar je gaat anders foto's van mij maken als ik het zelf niet maak. Dus I don't really care. Ik maak het gewoon. En dan, ja, ik ben er eigenlijk heel erg blij mee, want het is echt een hele leuke foto geworden. Guys, sorry, ik heb gewoon de hele tijd al mijn bril op, zo persoonlijk. Maar ik heb het zelf niet door, want het gewoon heel erg veel licht hier is. Oh, ik heb laatst dus weer een nieuwe parfum besteld van Parfumado. Ik wil weer een paar nieuwe uitproberen voor op vakantie. En echt, ze zijn me zo bevallen. Oh, deze. Ik wil deze zo graag uitproberen, maar ik wil het parfum zelf niet kopen. Dus is het heel handig als je dan zo'n Parfumado mini krijgt op vakantie. En het is deze geurtje van Ariana Grande. Ik ga stuk. Ik dacht, ik ga deze gewoon uitproberen. Al haar geurtjes gaan helemaal viral. En ik hou totaal niet van zoete geurtjes. Maar guys, deze is echt zo lekker. Het is een perfecte combinatie van kokos en vanille. Een heerlijk vakantiegeurtje. Thank you so much. Voor wie trouwens het concept van Parfumado nog niet kent, je kan dus een abonnement afsluiten bij hun. Echt super ideaal, want dan kan je elke maand opnieuw een nieuw parfum uitkiezen. Je hebt de keuze uit meer dan 550 parfums. Dan hoef je dus niet elke keer een hele fles te kopen. Vooral handig, bijvoorbeeld zoals nu, ik ben op vakantie en ik wil niet een hele fles meenemen. En het kan zo makkelijk in je handtas, als handbagage kan je het ook makkelijk meenemen. Ik vind het echt ideaal. En je hebt ook echt de keuze uit heel veel merken. Bijvoorbeeld van merken die je bij de Douglas zou kunnen kopen. Maar ook bijvoorbeeld echt niche merken. Weet je wel, zo'n flesje die je koopt is echt mega duur. En dan koop je gewoon zo'n kleintje voor €14,95. En dan kan je de geurtje gewoon uitproberen zonder dat je daar bijvoorbeeld dikke €200 of zo voor moet betalen. En natuurlijk heb ik ook een kortingscode voor jullie. Dat is Ahmadi 50. En dan kan je de eerste maand uitproberen voor maar €7,50. Maar ik heb een extra actie voor jullie. Speciaal voor mijn volgers alleen in de maand jullie exclusief. Als je nu bestelt met mijn kortingscode AHMADI50, dan krijg je een tweede parfum gratis. En 50% korting op je eerste maand. Ook heeft Parfumado exclusief voor mijn volger een geur geselecteerd op basis van mijn geurprofiel. En die wordt gratis verstrekt mocht je een abonnement afsluiten. Nogmaals, alleen geldig in juli. 50% korting op je eerste abonnement en tweede parfum gratis. Ik ga weer heerlijk genieten van mijn ijslatte, guys. En ik ga zo lekker terug naar Azadi. Ik denk dat ik nog even een kwartiertje heb. En dan neem ik jullie gewoon mee in de rest van de dag. Ik hoop dat ik heel veel nog kan vloggen voor jullie. Goedemorgen, Azadi! Goedemorgen. Oh, wacht even hoor, even scherp. Ja. How are you? Hoi. What's up, fat face? Ik ga in de hotelkamer en Nassim heeft echt een van de grootste puisten ever. En je ziet het niet goed op beeld, misschien nou je wel. Het heeft echt een hele grote witte punt. Godverdomme. Die gaan we even aanpakken. Ik kom hier achter in de winkel. Ik hoe dan? Zo, ik voel zo pijn. Ik denk, wat is het? Ik kijk zo. Eeuw. Ik zie één grote... Rustig, hè, rustig. Iets meer ruimte tussen jou en je en de dingen. Ja, van iets meer... Eeuw! Dat is een nagel. Ik heb even... Eeuw. Oeh.
Oei, oei, oei. Ijst uit. We moeten het zacht afhalen. Leuk ook, hè, die hotelkamers tegenwoordig met allemaal babyflesjes. I love it. Zeg en ik hebben een dutje gedaan. We kijken nu naar Funky Veggies. En papa geeft een show. Dit doe ik me vol op vakantie zo. Help. Getting ready. Dat is de enige spiegel die ik voor jullie kan filmen, guys. Oh, ik wou zo graag een spiegel waarop jullie een beetje een outfit konden zien, maar helaas. Een hele goede morgen, guys. Wij zijn weer terug van vakantie en ik ben echt nog nooit zo blij geweest dat ik terug ben van vakantie. Ik zweer het je. Het regent vandaag ook, maar het boeit me echt helemaal niks. Ik ben gewoon echt aan het genieten van de regen. Ik heb de hele badkamer schoongemaakt. Ik ben wasjes aan het draaien. Ik ben heel het huis aan het aanpakken. En ik ben alleen thuis. Dus ik heb ook echt gewoon tijd om het allemaal te doen. En ik heb het dan gewoon zo heerlijk gevonden om gewoon lekker alles schoon te maken. Ik vind het zo fijn dat ik even de tijd daarvoor heb. Ik ben me even aan het klaarmaken. Eigenlijk voor niks. Maar ik vind het allemaal fijn als ik er een beetje leuk uitzie. Deze jurk van de H&M, guys. Echt fijnste vakantiejurk ever. Super lichte stof. Echt heerlijk. Echt, ik wil hem niet uitdoen. Zo fijn is die. Alleen ik kan hier geen BH onder. Dat vind ik niet zo heel erg fijn op dit moment. In mijn leven. Maar ik heb me dus gisteren gewogen. En ik ben gewoon voor de eerste keer in mijn leven afgevallen tijdens een vakantie. Echt. Miriam die afvalt op een vakantie is echt gewoon zo raar. Want ik hou echt zo erg van eten op vakantie. Alleen ik vond het eten dus in Griekenland. En ik denk dat heel veel mensen gaan boos worden. Of denken van waar heb je het over mij? Ik vond het eten in Griekenland zo erg tegenvallen. En ik dacht altijd, oh, Griekenland heeft heerlijk eten als ik daar op vakantie ga. Maar nee, ik vond het echt verschrikkelijk. Het enige wat ik lekker vond daar is ja, Griekse salade natuurlijk. Ik hou gewoon wel van feta en tomaten en komkommers. Dat is heel erg makkelijk. Alleen ja, om het elke dag te blijven eten. En voor de rest vond ik de hoofdgerechten echt zo saai, smakeloos. Ik weet niet wat wij verkeerd hebben gedaan. Maar we hebben echt voor alles uitgeprobeerd. Vis, vlees, vega. Noem maar op. Ons hotel was ook echt best wel luxe. En zelfs hun menu viel echt zo erg tegen, guys. Like, I can't. Ik was het na 2 dagen gewoon helemaal zat. Oh nee, dat is raar. In tegen zo, ik ben de beddengoed aan het verschonen. Dus het is hier een beetje kaal. En even een outfit aan het klaarleggen voor straks. Want ik wil eventjes richting de winkels. Aangezien ik een beetje tijd heb vandaag. Ik moet eerst even een salade maken voor mezelf. Voordat ik echt ongezond ga eten buiten. Ik heb er echt geen zin in. Ik ben nog steeds obsessief met oorringen. In alle formaten. Oh, het is beneden ook helemaal schoon. De afwas is gedaan, dus ik ga lekker koken nu. Let niet hierop, ik ga stuk. Mijn keukenpapier was op, dus ik heb nu wc-papier hiernaast. Dus ik moet zo even halen. Oké, ik ben dus eieren aan het koken, dus ook meteen van Nessie hoor. En kip aan het bakken. Ik heb er echt zoveel kruiden in gedaan. Ik heb gewoon alle kruiden hierin gedaan die ik lekker vind. Gemalen koriander, komijn, peterselie, zout, peper. Chili een beetje en that's it. Oké, guys, ik doe dus een grote bol romanensla en dan doe ik gewoon een lekker wortel erbij. En nog meer gemixte sla. Een beetje mixen en dan ga ik de dressing maken. Ik wil dus vandaag heel graag een dressing met mosterd erin. En ik heb gezien dat Kourtney Kardashian salades eet met een mosterd dressing. Dus die ga ik even namaken. Dus mosterd, olijfolie, citroensap,
En een beetje azijn. En ik heb zelf nog zout, peper en bieslook toegevoegd. Ik heb hem geproefd en ik vind hem heerlijk. Maar je moet wel echt van mosterd houden, guys. Okay, we doen de dressing bij de sla. En terwijl ik bezig ben met de eieren, ga ik nu heel snel asperges pakken. Die zijn echt zo klaar. Zo, en dit is het eindresultaat. Ik heb er nog lekker kaas overheen gedaan. Ik had nog een beetje rode kool over, dus heb ik erbij gedaan. Dit is het. We gaan het even proeven, guys. Echt zulk lekker weer. Maar ik was dus net weg en ik dacht ik ga lekker eventjes buiten ergens zitten. Toen was de zon opeens weg. Dacht ik nee, ik ga weer lekker naar huis. Ik ga me omkleden en ik ga gewoon even lekker naar de mall. Weet je wat ik echt nodig heb? Wat ik echt weer moet inslaan? Dat zijn BH's. Ik heb echt even geen goede BH's meer. Mijn BH's zijn kapot. Ik krijg altijd de vraag als ik iets strapless aan heb wat voor BH ik draag. Ik moet je eerlijk zeggen, de laatste tijd draag ik geen BH's meer. Maar ik vind dat persoonlijk niet zo heel erg fijn. Dus ik ga mijn strapless BH weer kopen. En die is van de Hunke Mudder. Dat is eentje die ik heel fijn vind. Ik laat hem even zien als ik die heb gescoord. Want ik weet niet meer of ze die wel hebben. En daarna wil ik even lekker een iced latte halen voor mezelf. En daarna is deze dag lekker voorbij. Dan ga ik mijn kindje ophalen. Want ik mis hem dood. Echt, mijn kindje is zo lief. Ik hou van hem. Jullie hebben hem deze vlog bijna niet gezien. Maar inmiddels eet hij gewoon weer fruit. En weer eet hij gewoon fruit en groente, guys. Mijn kindje eet fruit en groente. Gisteren hadden we hem bijvoorbeeld wortel gegeven. Echt. Die jongen is zo grappig. Ik heb hem mango gegeven. Hij is gek op mango. Sowieso gek op alle fruit. Groente vindt hij iets moeilijker. Maar ik heb gehoord dat het vaker voorkomt. Maar fruit is hij echt gek op. Ik dacht echt dat ik uitgerust was naar de vakantie, maar wie hield ik voor de gek? Want iedereen zei al tegen mij met een baby of met een kindje, kan dat nooit? En daar had ik me dus al op voorbereid, want het kan niet. Maar bij ons was er zoveel meer dan alleen een kind. Iedereen was ziek. Dus ja, ik ben eigenlijk echt heel erg moe. Die energie houdt me wakker, echt waar. Red Bull houdt me gewoon echt wakker. Hi baby, wie is er thuis? Ja, hij zei, die kan niet meer liggen. En zei, die moet altijd zitten en bewegen. Wat zie je er mooi uit. Was jouw blouseje alweer vies, mama? Had een heel nette pakje aan, hè? Hi. Hallo. En nu heeft hij een schildpadrompetje aan. Ook mooi. Hi. Hallo. Ik wil hallo zeggen tegen mijn volgers. Ze hebben jou al lang niet meer gezien in de vlog. Zeg maar hallo. Hallo. Hi, big boy. Hallo. Wat doe je? Haha. Doei.